60.000 toeschouwers zijn in het Olympisch Stadion van Amsterdam komen kijken naar de voetbalwedstrijd Nederland-Zwitserland. Maar het is zeer de vraag of ze daar achteraf wel zo blij om zijn geweest, want het spel dat ze te zien kregen had met interlandvoetbal weinig of niets gemeen. Toch zat er op de tribunes een klein groepje dat nog een beetje plezier had. Het bestond uit 3000 Zwitsers die hun in het wit gestoken landgenoten zowel voor als na de rust de meeste activiteit zagen ontplooien. De Zwitsers schenen in ieder geval wel een goed resultaat te willen bereiken dat hun kansen om volgend jaar in Londen aan de wereldkampioenschappen deel te nemen overeind hield. Maar hun schutterskwaliteiten bleken zo pover dat doelman Pieter Schraafland zonder al te veel moeite nu en dan applaus kon incasseren. Aan het slot van de wedstrijd kwam er zowaar enig vuur in de Nederlandse voorhoede. Hetgeen overigens alleen ten koste ging van de neus van de Zwitserse doelman. Maar zelfs de Nederlandse supporters hadden daar geen goed woord voor over. Hoe traag en slechter in deze toch wezenlijk belangrijke wedstrijd, vooral door de Nederlandse voorhoede, maar vaak ook door de Zwitsers gespeeld werd, blijkt uit deze opname, waarin de bal eigenlijk maar een beetje heen en weer wordt getrapt, zonder dat iemand een vast omlijnd idee heeft wat hij ermee zal doen. Het is logisch dat onder zulke omstandigheden de stand 0-0 bleef, waarmee de Zwitsers overigens tevreden waren. Dik tevreden. De Zwitsers, die hier dus niet verder kwamen dan een gelijkspel, hebben in de returnwedstrijd in Bern straks de beste kansen. En dat betekent dat Nederland de illusie van deelneming aan het toernooi om het wereldkampioenschap in Engeland wel kan laten varen. De enige troost is dat ook de Zwitsers daar zeker niet zo enthousiast hun vlag zullen kunnen tonen. Een schrale troost.